bizar. Wat ziet het boek er beroerd uit? Wat heeft het bizar lang geduurd voordat er een nieuw boek van Sjoerd Kuiper verscheen? En wat wordt het door iedereen bizar goed besproken nog voordat je de kans hebt gehad het zelf te lezen? En dan ga je het lezen en dan ben je in een mum van tijd ondergedompeld in de wereld van de 13-jarige Sally Mo. Nukkige, hoogbegaafde puber die net van haar therapeut horen heeft gekregen dat ze voorlopig geen boek mag lezen. Ze liegt te veel. Een beetje de waarheid verdraaien of overdrijven, dat mag, maar niet liegen. Dus ze besluit een boek te schrijven en dat is wat je leest. De verwikkelingen op de camping waar ze zit met een bevriend ander gezin. Twee moeders op mannenjacht, vier kinderen. Die beschrijft ze met die fijne sfeer die Sjoerd Kuiper zo in zijn taal heeft. En die zorgt ervoor dat je wordt meegezogen in het verhaal. En dat je voelt dat het verhaal afstevend op een gruwelijk avontuur dat misschien niet goed kan aflopen. En ik stapte hier op de Rozengracht uit de tram en ik verslond die laatste bladzijde. Ik wilde niet uit die wereld, het was bizar. Ik was bij een bunker in de duinen. Ik was bij Bijteltje, het allerliefste jongetje dat je maar voor kunt stellen. En wat doet Sjoerd Kuiper dat bizar goed? Dit boek is zo mooi dat je er beroerd van wordt. Boek van de week. Bizar.